Yo kijkers van TechTimer, welkom bij deze tutorial waarin ik jullie laat zien wat de beste stream settings zijn voor OBS. Als eerste ga je naar de OBS site, die staat hier, dat is obsproject.com. Het link zal in de beschrijving staan waar je hem kan downloaden. Dan druk je op Windows 7, slash Windows 8. Dan opent hij een pagina van GitHub en dan gaat hij hem downloaden. Ik druk op annuleren, want ik heb hem al. Als je OBS hebt gedownload, dan krijg je dus dit te zien. Gaan we nu eerst naar instellingen. Hier algemeen kan je taal instellen wat je allemaal wil, weet je wel. Als eerste encoding. Maar dit is voor kb per seconde, zeg maar. Dus 2500 kb is 2,5 mb. Dus ja, 25 is toch wel het minimale wat je moet hebben voor 720p 60 fps. Je kan hem natuurlijk altijd hoger zetten, weet je wel. Ik ga hem bijvoorbeeld straks hem gewoon op 3500, dan gebruikt hij 3,5 mb. Voor de rest hoef je hier eigenlijk niks aan te veranderen. Voor de rest is het allemaal wel goed. Alleen je bitrate moet je natuurlijk op letten. Maar als jij naar broadcast instellingen staat, staat hij nu op alleen bestandsuitvoer, aangezien ik nu aan het opnemen ben. Maar als jij dus wilt gaan livestreamen, druk jij op livestream. Dan zet je hem op waar je op wil livestreamen. 9 van de 10 keer is dat nu natuurlijk Twitch. En dan FMS URL. Dan zoek je naar EU Amsterdam NL. Playpath stream key. En dan indien van bla 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 bla. Dat is een hele lange stream key. Als je dan naar het dashboard gaat, dan krijg je hier livestream pagina te zien. Of nou ja, jouw dashboard. En daarin staat hier streamcode. Onthoud wel, als je deze streamcode aan iemand laat zien, dan kan iedereen op jouw Twitch pagina kunnen ze livestreamen. Dus houd het vooral geheim. Dus dan druk je op show key en dan komt er dus een key te staan. Ja, zie je, never share your stream key with anyone or show it on the stream. Maar ik ga hem nu dus niet laten zien, dat is niet zo heel handig. Maar dan komt er dus gewoon een code te staan, dat komt hier onder die button te staan, dat kopieer je helemaal. En dat plak je dan hierin. En dan voor de rest, ja, voor de rest stond alles als het goed is, stond het al goed. De automatisch verbinden aan. Auto-verbind timeout na 10 seconden. Bla bla bla, dus voor bestandsuitvoer. Als jij nu een video hebt, dan zie je hier je videokaart. Dan heb je nu bijvoorbeeld GTX 660. En hier je resolutie. Is voor iedereen anders, weet je. Ik heb 24 inch Full HD monitor. Dus dan heb je gewoon 29 bij 1080 met een aspect ratio van 16 bij 9. Maar als jij gaat livestreamen en je hebt een niet al te beste PC, dan raad ik je aan om resolutieverlaging aan te zetten. Dit downscaled, zeg maar, jij speelt gewoon op dezelfde resolutie, maar hij downscaled het naar een lage resolutie zoals 720p. Daar raad ik je zeker aan, aangezien 1080p. Tenzij je een goede PC hebt, zou ik het zeker laten staan voor de beste kwaliteit. Maar als je een iets slechtere PC hebt en je wilt wel livestreamen, dan zou ik op 1280-720 zetten. Filter, daar hoef je niks aan te passen. FPS, ik heb hem nu op 60 staan voor deze opname, omdat het, ja, het is niet zwaar zo opnemen, bureau dat natuurlijk. Maar als je bijvoorbeeld gaat livestreamen, moet je natuurlijk ook wel weer een goede PC hebben om 60 FPS te streamen. Als je het niet hebt, zet hem dan gewoon op 30 en hou hem dan ook op 30. Audio, hier zet jij gewoon je audio aan, desktop audioapparaat, luidsprekers, weet je wel, van je headset of wat dan ook, speakers, wat je ook hebt aangesloten. Microfoon, AUX-ingang, pak je microfoon. Voor de rest hoef je hier niks aan te passen, dat maakt niet zoveel uit. Snel toetsen kan je hem instellen, push to talk, als je snel je microfoon ergens wil muten, stream starten, stream of stream stoppen, kan je hem op dezelfde sneltoets zetten. Opname starten, stoppen, op dezelfde sneltoets, niet zoveel boeiend spreken voor zich. Geavanceerd, hier is het, dit is wel belangrijk. Als eerst. Multithreading optimalisaties gebruiken moet aan. Procesprioriteit hoog. Zo staat OBS meer van je CPU gaat gebruiken. Ja, waardoor je toch wel meer FPS krijgt. Op zich, de ANU en code uitschakelen tijdens preview, dat hoeft, dat kan je uitlaten. Extra booster toestaan voor sneltoetsen. X 246 of 264 CPU preset. Dit ligt eraan wat voor PC je hebt. Ik heb hem nu ver vast staan, omdat mijn PC dat kan het op zich wel aan. Als je een goede PC hebt, gebruik ik 9 van 10. 9 van 10 mensen gebruik faster of fast. Ik hou hem lekker op gewoon very fast staan. Dat is gewoon de beste setting, zeg maar. Daar staat hij ook, als het goed is, staat hij daar standaard op. Verder heb jij de encoding profile. Die hou je op main, anders gaat OBS zeiken. En de tijd tussen keyframes moet je op 2 zetten. CFR gebruiken kan je gewoon aanlaten, aangepast. Dat hoeft allemaal niet. Encode, dit hoeft allemaal niet. Dat hoef je allemaal niet instellen. Dit is allemaal standaard. En de quick sync encoder, nooit gebruikt. Dat ook allemaal uit. Dat zie je ook gewoon. Browser, dit is nieuw. Microphone noise gate kan je een beetje kutten met ruis. En als het goed is, heb je nu alles ingesteld. Als jij gaat livestreamen natuurlijk, dan heb jij je lege scène. Dus als jij dan een nieuwe iets wil maken, druk je gewoon op scène toevoegen. Scène 3. Maar wordt nu, als het goed is, wordt mijn scherm leeg. Ja, dan zie je niks. Dat doe ik nu al even snel. Monitor capture even snel. Zo. Kijk, dan zie je mijn scherm weer. Maar als je dus dan, als jij een nieuwe scène wilt toevoegen, druk je rechtermuisknop hier toevoegen. En dan doe je monitor capture, dan capture je hele monitor. Maar als jij games gaat opnemen, dan raad ik je aan om game capture te gebruiken. Dit zoekt dus, noem je game capture of wat dan ook hoe je hem noemt. Nu staat alleen maar Chrome open. Maar als je bijvoorbeeld een game open hebt, dan staat hij je game tussen. En dan druk je even op vernieuwen een paar keer of zo. En dan staat hij er waarschijnlijk wel tussen. Dan druk je op oké. Okay. En dan komt hij ertussen te staan. En dan, kan je gewoon gaan livestreamen. Overlay je eroverheen zoals ik hier heb. Een kleine webcam overlay. Een League of Legends overlay voor je HUD. Weet ik veel.
Kan je allemaal gebruiken, kan allemaal te vinden. Staat allemaal op internet. Was het goed? Ja, dit was de tutorial van hoe jij moet livestreamen op Twitch met OBS. Met de aangeraden settings. Nou, vond je deze video leuk? Laat dan vooral een like achter. Vond je het niet leuk? Laat dan gewoon een dislike achter. Laat ook in de comments achter wat wij voor tutorial in de toekomst nog erbij moeten gaan doen. Laat ook achter wat voor series wij nog moeten gaan doen op TechTime. En dan zie ik jullie in de volgende video.